Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van woensdag 14 januari. Met onder meer Gorilla Chatilla overleden. Een watermuseum krijgt een schilderbeurt. Wethouder Gerry Elfrink van de SP wil dat de partijen in de gemeenteraad een voorstel doen voor de toekomst van de AQ-fontein op het Gele Rijdersplein. Hij signaleert groeiende kritiek op de bouwplannen waarvoor de fontein zou moeten wijken. Sinds kort zijn er aan de kritiek brieven toegevoegd van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met het verzoek om de fontein als rijksmonument te erkennen. Elfrink is van plan daar niet aan tegemoet te komen. De gemeente gaat de taal op haar website vereenvoudigen. Daar waren vragen over gesteld door VVD-raadslid Karin Kalthoff. Wethouder Hans Giesing van D66 onderzoekt hoeveel dat kost en welke mogelijkheden er zijn. Kalthoff gaat ervan uit dat circa 12.000 Arnhemmers moeite hebben met lezen en schrijven. Daardoor zouden zij belangrijk nieuws kunnen missen omtrent veranderingen in de zorg. Wethouder Giesing heeft een voorkeur voor zogeheten Jip- en Janneke-taal. De voormalige bibliotheek in de Koningsstraat ondergaat een metamorfose. Er wordt een ultramodern gebouw met de naam Building 026 neergezet. Over enige tijd zijn er kantoren, winkels en horeca te vinden. Overbuurman Dudok heeft belangstelling voor een tweede horecavestiging. Het gebouw moet in juli af zijn, samen met een ondergrondse parkeergarage. Er komt ruimte in het gebouw voor 300 tot 500 arbeidsplaatsen. De werkgroep die in het Spijkerkwartier met de gemeente overlegde over buitengewoon beter, stopt daarmee. Ze meent dat de gemeente nauwelijks rekening houdt met haar wensen en eisen. De frustratie is hierdoor bij de bewoners groot. Bijvoorbeeld over de moderne lantaarnpalen die de gemeente in de 19e eeuwse wijk wil plaatsen. Onlangs lagen bewoners en gemeenten met elkaar overhoop door het kappen van bomen. Het water in de Rijn staat weer hoog. Dit is het gevolg van de grote wateroverlast als gevolg van het slechte weer in Europa. Rijkswaterstaat verwacht dat het niveau van de rivieren de komende dagen verder gaat stijgen. Een van de gorilla's van Burgerso is dinsdagochtend overleden. Volgens de Arnhemse dierentuin is het een flinke klap voor alle betrokkenen. Gorilla-vrouw Chatilla werd vorige week ziek. Dinsdagochtend ging haar gezondheid plotseling achteruit. Een dierenarts heeft haar laten inslapen. Sectie moet de doodsoorzaak uitwijzen. Het Watermuseum in Arnhem krijgt een metamorfose. Vanaf 17 januari is het weer geopend. Wij spraken met directeur Jos van de Mosselaar over de vorderingen van het Watermuseum. Ja, het Watermuseum krijgt een ware metamorfose. Waar is men mee bezig op dit moment? Met de gehele kelderverdieping, of de verdieping, de keldergedeelte van het Watermuseum, wordt totaal van verf voorzien. Eigenlijk alles wat geverfd kan worden, gebeurt nu in deze 2 weken. Dat is een korte tijd, maar jullie gaan het redden? Ja, het gaat lukken. We lopen nog iets voor op schema. Aanstaande vrijdag moet het klaar zijn. En het was natuurlijk al sinds zo'n 10 jaar, hè, want dat is ook het bestaan van het Watermuseum. Was alles helemaal in beton gegoten. En het zag er toen vrij somber uit. Heeft u daar nooit klachten over gekregen? Ja, klopt wel. Mensen die komen met kinderen, die willen toch een plezierige omgeving hebben met flitsende kleuren. En nu gaan we dus alles in het waterblauw brengen. En wie heeft die kleur uitgekozen? Dat is een adviesbureau. Door de groep Schilders en Sikkens hebben ze een adviesbureau ingeschakeld, een kleurenadviesbureau. En die hebben dus adviezen uitgebracht. En die kleuren gaan we toepassen nu in het museum. Alles verandert daardoor, maar verandert ook de samenstelling van de collectie? Nee, die verandert niet. Die gaat wel veranderen in verband met de fusie met het Nederlands Water Leiding Museum. Daar zijn we mee bezig om die collectie in te brengen. Maar de opstelling zoals die nu is, blijft die. Alleen een gedeelte wordt opgefrist. Er zijn nu ook vrijwilligers en schilders mee bezig. Dus we pakken een aantal zaken nu eventjes mee. En wie heeft deze metamorfose uiteindelijk waargemaakt?
Waargemaakt, dat doen de schilders. De quality paint schilders van Sikkens. En wij hebben met de vrijwilligers van het museum het voorbereidende werk gedaan. Maar het is dus een goed doel, maatschappelijk verantwoord ondernemen van Sikkens en de groep schilders. We hebben daar een presentatie gedaan en we zijn uitverkozen om als goede doel object te dienen het afgelopen jaar. En u bent verantwoordelijk voor het hele project? Ja, dat klopt. Ik begeleid de groep schilders. Er zijn 6 schildersbedrijven uit Arnhem en de regio. En die hebben dit op hun schouders genomen als goed doelproject. En ik ben verantwoordelijk een beetje voor de hele planning en de aanvoer van materiaal. En een beetje hand- en spandienst verlenen. Het wordt wel heel mooi, hè? Ja, het wordt schitterend. Mensen kunnen het niet meer terug. Als je dus hier begint, dan is alles blauw. Hè? Die pilaren zijn blauw, de muren zijn blauw. Maar als je dus vervolgens hier de hoek om gaat, dan loop je naar een andere kleur. Ja, dat klopt. Daar is bewust voor gekozen. Overigens, alle blauw wat u op dit moment ziet, blijft niet blauw. Alles staat een beetje in de voorkleur en de definitieve kleur moet nog dus plaatsvinden. Maar het is inderdaad de bedoeling, zo gauw je de intree inkomt, dat je het gevoel krijgt dat je onder water gaat. En naarmate je dan de hoek omgaat, ga je naar achteren toe, dan kom je in een woestijngedeelte. En die krijgt dan ook uiteraard de kleuren wat voorkomt in een woestijn en een oase. Dus wat zullen de kinderen en hun ouders hiervan vinden? Ik denk dat ze het heel bijzonder vinden. En het wordt een hele leuke, vrolijke omgeving, waar ze gewoon allemaal weer opnieuw hun hart kunnen ophalen. Verder blijft boven, als je binnenkomt, de winkel en de entree, de kaartverkoop, blijft allemaal hetzelfde zoals het was? Ja, dat blijft hetzelfde. Het is wel schoongemaakt, ook opgefrist. Dat blijft voorlopig hetzelfde. Alles, het benedengedeelte is nu compleet aangepakt, inclusief bij de vergaderzalen. En die hebben ook een totaal nieuwe aankleding gekregen. Dus die vergaderzalen, daar hebben we ook hoge verwachtingen van. En de watercinema natuurlijk, dat bezoekers de film kunnen kijken. Tot slot het weer. Het bleef vandaag bewolkt en de kans op neerslag was groot. De weersvoorspellers hadden het over regen, natte sneeuw, hagel en onweer. Vannacht is het regenachtig en koelt het af tot ongeveer 3 graden. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op motregen. De temperatuur ligt dan rond de 8 graden. We wensen u een fijne avond, bedankt voor het kijken en graag tot morgen.